Hi, ik ben Liv en ik heb een uitdaging voor jullie. Challenge for love. Ik hoop dat jullie mee gaan doen, want um, de informatie die ik binnen heb gekregen kwam in een visioen binnen. Daar ga ik nou niet op in. Maar het is wel echt super leuk wat er eigenlijk, uh, ik snapte het ook gelijk waarom dit zo belangrijk kan zijn. Het gaat om het zaadje van liefde. Um, het zaadje van liefde is altijd klein en heel veel mensen zijn gewoon het zaadje een beetje kwijt of verloren. En vooral in deze moeilijke tijd van corona eh, schort het wel eens een beetje met liefde. Om dat gevoel weer terug te, eh, te krijgen, maar ook om dat weer uit te dragen, is het mogelijk om met iets kleins dat gevoel dus weer groter te maken. Dan nou heb ik hier een huisaltaartje. En deze heb ik dus zelf gemaakt. Niet zo moeilijk, gewoon van papier. En ik vraag jullie of jullie mee willen doen, ook allemaal een klein altijdje te maken. Niet groter dan um, 15 centimeter bij 10 centimeter. En waarom dat zo belangrijk is, is als je iets kleins maakt, dan gaat daar veel meer intentie in zitten, focus in zitten, dan een groot schilderij. Wat ik regelmatig maak, zoals hierachter. Wat komt erin, altijd je mag je lekker zelf weten. Het kan een foto zijn van iemand die je lief hebt. Het kan een symbool zijn, een gedicht zijn. Misschien een voorwerp, zoals een mooi kristal of een schelpje. Iets wat je misschien wenst, uh, wat, de, uh, wat dus nog niet uit is gekomen. Of iets wat je liefde wil sturen. Zoiets ga je erin doen. Je kan het altijd je voor iemand maken of je houdt hem zelf. Je kunt er een affirmatie in stoppen. Heel veel mogelijkheden. Alle materialen zijn mogelijk. Dus ook dit is slechts een voorbeeldje. Wat de bedoeling is, is dat je dus iets maakt met liefde, intentie en focus. Je zult je dan meer verbinden met dat wat je erin stopt. Dat wordt groter, dat wordt sterker, en dat is het kracht. Van het kleine. Veel mensen zijn dat eigenlijk wel vergeten. Eh, dat, er, dat het dus begint met iets kleins. En wat het leuke is, je geeft misschien je altijdje weg aan iemand of je houdt het zelf. Maar het leuke is, als jij nou een altijdje maakt en je gaat er een foto van maken, tag hem dan met Challenge for Love. Op een gegeven moment. Als het goed is, dat hoop ik tenminste, hebben we gewoon een half fame met allemaal verschillende altaartjes. Superleuk natuurlijk. Ook gewoon qua inspiratie. Maar ook om te delen. Delen is zo belangrijk. En delen van een stukje van jezelf. Dus ik hoop dat jullie meedoen. Uh, deel dit bericht zodat zoveel mogelijk mensen mee gaan doen. Ik ga een beschrijving zetten hoe je zo'n altijdje kan maken. Uh, zo'n doosje heb ik dan gemaakt. Maar je kunt ook een Lucifer-doosje pakken. Je kunt werken met natuurlijke dingen zoals um, stokjes. Oh, hier ligt bijvoorbeeld zo'n hout. Uh, uh, noem je een ijslollystokje. Alles is mogelijk. Ga lekker los. en um, ja, het gaat niet om tijd, snelheid, maar het gaat erom dat je er echt even voor gaat zitten en met liefde iets doen. En ik denk dat dit veel leuker voor de winter is dan een puzzel leggen. Dus ik hoop dat je meedoet. Doeg!